Het is echt een voetbaldier. Loyaliteit en kwaliteit. Ja, hij wil helemaal niet graag in de krant of van de televisie. Maar dat is nou juist, daar moet hij scheid aan hebben. Ja man, je bent de geweldenaar Henry Kruse. Je bent een totale vakman. Geniet er maar van dat mensen dat weten te waarderen. De Fox Sports doc Henry. Dinsdag 25 augustus om 8 uur op Fox Sports 1. Vanaf 28 augustus gaat de bal weer rollen in de keukenkampioendivisie. Alle wedstrijden van de eerste periode zie je live op Fox Sports. Spectaculair. Oh, Muren, wat een goal! Dit is de mooiste ooit. Woordenvol talent. Zwart en 2-0. Kapbeweging. Sontje Jansen doet het bij zijn debuut. Je kan je natuurlijk laten zien, dat zal die jongen nooit vergeten. En bij Fox Sports mis je dus geen enkel moment. Het is echt onvoorstelbaar. De keukenkampioendivisie is terug. En dat zul je weten al. Dat is een understatement. Vanaf 28 augustus, alle wedstrijden live op Fox Sports. Met honkbal uit Zuid-Korea. 6 ochtenden per week live wedstrijden uit een van de beste honkbalcompetities ter wereld. De KBO League op Fox Sports. Welkom bij Ajax TV. Het kan dooien, het kan vriezen. We kunnen winnen of verliezen. En helaas hebben we deze week verloren. Ho, ho, ho. Het is kerstmis. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. Ja, hallo en welkom. Mooi dat je weer kijkt naar een gloednieuwe uitzending van Heracles TV. Hele goedenavond en welkom bij SC Heerenveen TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vitesse TV. Ja! Het is natuurlijk ook 10 maanden terug dat we samenkwamen. En ik vind het misschien ook wel een beetje spannend. Ja. Ik keek Frenkie aan. Ja, Frenkie zei ook tegen mij van ja, lekker jongen, leuk dat je erbij zit. Ja. Ik schatte de situatie verkeerd in. Aflevering 5 in de serie Jong Oranje opent de deuren. Code Oranje. Donderdag om 9:30 op Fox Sports 1.
De Bundesliga kijk je live. Alleen op Fox Sports. Fox Sports. Fox Sports. Fox Sports. Fox Sports. Ja, 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 ja. Met heel veel Nederlandse inbreng. Prima. Treble-winnaar Bayern kroonde zich tot de beste club van Europa en is hongerig naar meer. Kunnen Dortmund en de andere uitdagers dit seizoen wel een vuist maken? De Bundesliga kijk je live op Fox Sports. Ronde 4 van de Eredivisie zijn vier steden het decor voor een heerlijke voetbalzondag. I send you the Holy Land. Zeg al je afspraken maar af, want vanaf 11:15 zie je vier topclubs in actie op één dag. Wat een goal! Wie zal zegevieren? Groningen Ajax, Sparta AZ, Willem II Feyenoord en PSV Fortuna. 4 oktober in speelronde 4 op Fox Sports. Goedenavond, welkom op deze mooie zaterdagavond. Dit is de Eretribune. We hebben als wedstrijd om 8:00 AZ tegen VVV. Maar we houden uiteraard ook de andere eredivisiewedstrijden in de gaten. We gaan praten over buitenlands voetbal. En we hebben een mooie tafel met Leon Stendler en Arnold Brugging aan de ene kant. En Kees in het kwadraat, oftewel Kees Jansma. En Kees Kwakman aan de andere kant. Welkom allen. Ja. Na de interlandbreak gaat de eredivisie verder. Op 17 oktober een avondje topvoetbal op Fox Sports 1. Eerst Ajax tegen Heerenveen. Anthony, goal! En meteen daarna is het AZ-VVV. 18 oktober wordt afgetrapt met de derby aan de Maas. Feyenoord-Sparta. En om 16:45 PEC PSV, beide op Fox Sports 2. Daar is hij! Kijk de Eredivisie live op Fox Sports. Willem II-speler Kabangu terug op trainingsveld na heftige coronastrijd. Eerste ronde, het Toto KNVB-beker, geopend. Met doelpuntenregen bij Go Ahead Eagles tegen NAC. En Omarsson jaagt ook in bekertoernooi op goals. Goedenavond, straks de Toto KNVB-beker. Want de eerste ronde en daarmee de jacht op de dennenappen is vanavond geopend met Go Ahead Eagles tegen NAC en Excelsior Helmond Sport. Maar eerst aandacht voor Willem II. Elton Kabangu was eind juli de eerste Willem II-speler die positief testte op corona. Vandaag keerde hij pas 3 maanden later terug op het trainingsveld. Kabangu belandde op de intensive care en werd dus keihard getroffen door het virus. De Europa.
Europa League gaat weer van start. En ook dit jaar is Nederland goed vertegenwoordigd. Feyenoord, hier is de boel Eindhoven. Alkmaar. Alleen bij ons zie je alle wedstrijden van de Nederlandse clubs. Exclusief hier bij Fox Sports. Leuk om naar te kijken. Ja. Prachtig. Mis dus helemaal niks. Ja! Ja, ja, ja! Alle actie uit de Europa League. Vanaf donderdag live op Fox Sports. Goedemiddag, welkom bij deze prachtige voetbaldag. Het is de dag van de enige klassieke. Het is de dag waarop we met z'n allen denken. Gast, wat doe je? Wat? Die is fan van The Mandalorian. Alleen te zien op Disney Plus. Oscar is not disabled, he is a differently able. He was going to be on the same track as able-bodied athletes. The Paralympian known as the Blade Runner has been arrested for killing his girlfriend. It wasn't who done it, it was why done it. The O.J. Simpson of South Africa. He kept saying, I didn't mean to do it. Why would a man kill a woman that he loves? The Life and Trials of Oscar Pistorius. Woensdag 7 en woensdag 14 oktober op Fox Sports 1. Volgende week zondag om 10 uur... Goedemorgen Oranje. Alles over Oranje. De nieuwe bondscoach, Frank de Boer. Die zit een heel blij persoon. En de verrichtingen van Jong Oranje. Mooi gespeeld, dit klaarleggen. Ja, zelfs scoren kan ook. Goedemorgen Oranje. Volgende week zondag om 10 uur op Fox Sports 1. Een hele goedemorgen vanuit Amsterdam. De interlandbreek zit erop. We hebben een wedstrijd in de Eredivisie Cup gehad. En dat betekent dat het nu tijd is voor speelronde 3 in de vrouwen Eredivisie. Ja, ja. Fantastische treffer. Utrecht Ajax. Zondag 8 november, 12:15, live op Fox Sports.
zondag en maandag nog meer American Football op Fox Sports. Let's go have fun! Met zondag op Fox Sports 6 maar liefst 7 uur lang non-stop NFL-actie tijdens de NFL Red Zone. It is that time of week. Waarin live wordt geschakeld langs alle wedstrijden. En maandagnacht op Fox Sports 1, Monday Night Football. De traditionele maandagavond live wedstrijd met uitgebreide voorbeschouwing. NFL Red Zone en Monday Night Football. Iedere zondag en maandag live op Fox Sports. Welkom bij Goedemorgen Eredivisie. Het voelt leeg aan de Eredivisie-stadions zonder publiek. Maar gelukkig hebben wij een volle studio met Arno Bruggink, Ron Jans, Henk Timmer en Hans Kraaij junior. En hebben we een mooie zondag om op vooruit te blikken. De EK-kwalificatiereeks van Jong Oranje gaat verder. Live op Fox Sports. Daar zijn we. Het is een werkelijk prachtige voetbalzondag. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan. We hebben Sparta, AZ, we hebben Willem II, Feyenoord. En ook nog om 16:45 PSV tegen Fortuna Sittard. Het is zondag 11 oktober. Welkom bij Goedemorgen Oranje. Het zijn de witte broodsweken van Frank de Boer. Maar het zou wel fijn zijn als hij vanavond zijn eerste overwinning pakt in en tegen Bosnië. We hebben veel te bespreken. We praten met Frans Hoek over keepers. We hebben de koploper van de Eredivisie, John de Wolf. En met Arno Bruggink en Hans Kraaij junior praten we uiteraard uitgebreid over het Nederlands elftal. We beginnen met de week van Oranje. De loting in de Eretribune. Zaterdag om 19:30 op Fox Sports 1. Goedenavond, een splinternieuwe aflevering van Dit Was Het Weekend. Speelronde 3 in de Eredivisie zit erop. En er is weer, zoals gewoonlijk eigenlijk, enorm veel gebeurd. In de NFL Red Zone. 7 uur lang schakelen we langs alle wedstrijden. Incredible. What a terrific job. You like touchdowns? You've come to the right place. Voor 1 keer op Fox Sports 1. Non-stop NFL actie. Zonder reclame. NFL Red Zone. Zondag vanaf 7 uur. Live op Fox Sports 1. Welkom bij de highlights van de Eredivisie, speelronde 13. Bovenin is het nog reuze spannend met 4 ploegen binnen 4 punten van elkaar.
De inhaalwedstrijd FC Utrecht AZ. Schitterend. Zondag vanaf 2:30 live op Fox Sports 1. Hartelijk welkom bij Fox Sports 10 jaar terug. Beleef het complete seizoen 2010-2011 opnieuw. Jongens, kom. Ik heb al ESPN paraplu's laten maken. 10.000. EPSN. Dat is wel jammer, hè, van die paraplu's. Excuse me, Mr. DJ. Yes? Could you play something with a beat? What do you mean, something with a beat? You know, something like a dance, too. Het is de Eredivisie. Alles kan. Alles kan. Alles kan. En dus kan dit ook. Dit is gewoon leuk om naar te kijken. Schot van Jansen. Oh, 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 oh. Daar komt Beugelsdijk. Ja, daar moet je dan een beetje geluk mee hebben. Heel veel goals, heel veel kansen. Heel leuk om naar te kijken. Mama! Mama! En hier ook plezier is nooit een rode kaart. Kom nou. Ik ben even plezier in tijd. Ik wil zo lang mogelijk voetballen. Ach, schiet dan maar. Hij maakt ook de 3-0. Wat een fabuleuze goal, zeg. Niet normaal meer. Wat een granaat. Mooie goals, grote fouten. Ja, maar jij vindt het allemaal heel grappig. Maar ik zit hier met de gebakken peren, vriend. Wegwezen, man. Ik vind wel dat Sparta mee had moeten doen om het kampioenschap. Van eigen helft. Smeets. 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 Ja, hij doet het. De Spakenburgse derby. De rode tegen de blauwe. Oh, wat een prachtige goal. Willem de Rote op de bal en Willem 2 gaat naar de finale. Je moet ervan genieten. Heb jij mijn nota bene geleerd? Dat zei je altijd. Enjoy the game, hè? Dat heb ik jou toevallig geleerd, ja. Ik vaar je beelden vanuit de lucht. Dan kunnen we ons gaan concentreren op het voetballen. Van der Beek staat te wachten. Huntelaar kan het ook zelf doen. Wat een aanval van Ajax. De Europa League is van alle markten thuis. Alles komt voorbij. Acties maken. De sfeer is hier geweldig. De hele stad staat op zijn kop. En een geweldige goal. We worden steeds beter. Dat geeft die jongens vertrouwen. Volgende goal is ook zo mooi. Oh, wat een wereldgoal is dit, zeg. Kampioen van de Eredivisie. De beste in het bekertoernooi van 2018-2019. Twente is kampioen van de keukenkampioendivisie 2018-2019. De beste amateurclub van Nederland. Zesde Europese hoofdprijs voor Chelsea. Without you, I can't.